Welkom terug bij een van mijn filmpjes. En zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag met een Primark shop met mij van de beauty afdeling. Dit is de derde video uit 3. Als eerst heb ik jullie meegenomen bij de Primark woon, toen bij de Primark kleding. En vandaag ga ik met jullie samen naar de beauty gedeelte. Ga ik er rustig doorheen wat ze op dit moment allemaal hebben. En dat breng ik allemaal duidelijk in beeld voor jullie, plus de prijsjes. Dit is heel eventjes een nieuw uitprobeersel. Normaal gesproken maak ik een hele video over de hele winkel. Maar op deze manier kan ik uitgebreider laten zien wat er allemaal is als ik een paar, zeg maar, categorieën kies. Dus als jullie dit leuk vinden en we blijven dit doen in de toekomst, dan kan ik dat ook een keer doen van sieraden, van tassen, van schoenen, van de kinderafdeling, van alles en nog wat. Dus laat me vooral weten als je dit prettiger vond of als je graag de hele lange video wilt houden. Dan kunnen we dat natuurlijk ook weer doen in de toekomst. Maar dit geeft mij, zeg maar, de kans om jullie echt mee te nemen en wat meer te laten zien van alle, ja, subcategorieën, zeg maar, die de Primark heeft. Zoals altijd natuurlijk zal hieronder in de balk alsnog tussenkopjes zijn met echt beauty tools, make-up, van alles en nog wat zou je hier zo onder terug kunnen vinden. Mocht je nou niet de hele video willen kijken, kun je op die manier er doorheen navigeren. Maar je kan natuurlijk ook lekker de hele video kijken als je dat leuk vindt. Met al dat mag gezegd hebben, voordat we samen naar de Primark gaan, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet er vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu samen naar de Primark gaan. Nou, hier zo zijn we dan bij de Primark in Eindhoven. En we gaan dus lekker samen in alle beauty duiken. Als eerste hadden ze een hele stand in deze Paradiso-stijl. Daar hadden ze heel veel producten van. Vond ik persoonlijk heel leuk. Het was heel kleurrijk. Mooie, diepe kleuren. En deze compact mirrors waren tof. Allemaal met de beginletters van je naam. En waren ook allemaal natuurlijk lekker budget, want het is de Primark. Van Paradiso moet ik zeggen, deze hele lijn waar ze mee zijn gekomen is wel echt heel erg leuk, bijvoorbeeld voor een cadeautje. Want de verpakking ervan en zo zag ook echt heel erg goed uit. Dan heeft de Primark ook altijd heel veel opties aan nepwimpers. Een hele wand hebben we hier zo met allemaal verschillende soorten. En er hangen ook al sinds een tijdje echte merken tussen. Dus niet van Primark zelf. Dus je kan er lekker tussen zoeken. Van elke prijsklasse is er, zeg maar, wel iets van de meer budget tot de wat duurdere. Hier had ik een beetje moeite met de prijs vinden. Die staat er volgens mij niet op. Dat gebeurt wel vaker, moet ik zeggen, met wimpers. Dat er geen prijs op staat. Maar ze hebben wel lekker veel opties erin. Dan ook sinds een tijdje hier in Eindhoven hebben ze deze grabbelbakken, noem ik het. Ik vind dit echt helemaal geweldig. Ze hebben superveel bath bombs. Persoonlijk heb ik hier helemaal geen ervaring mee. Dus laat me vooral weten in de reacties als jij deze wel eens hebt gebruikt. Ik vond namelijk deze echt geweldig voor 2 euro. Leek op een kristal. Hij heet al Crystal Bath Bomb. Laat me vooral weten als jij er ervaring mee hebt of het wat is, ja of nee. Want het is zo budget. En ik moet wel zeggen dat ze in elk geval qua de uiterlijk ervan wel heel veel moeite doen op dit moment. Ook hebben ze meerdere opties. Echt superleuk. Deze bijvoorbeeld voor 4,50 als cadeautje. Ze hebben ook heel veel in leuke verpakkingen om cadeau te geven. I can.
life is chasing and playing and waiting around. It's a shame. Dan ook lopen we even langs de opbergbakken. Die vind ik heel erg fijn van de Primark. Trouwens, heel erg veel mensen die mijn Shop Met Mij video's kijken zijn niet geabonneerd. Dus hou jij van Shop Met Mij video's, shoplogs, vlogs? Vergeet dan vooral niet om te abonneren. Is hier beneden, is helemaal gratis en is maar één klik op die rode knop. En dan zie je gewoon elke video in de toekomst voorbij komen. En ik zou het heel erg leuk vinden om jou erbij te hebben. Dan ook deze lijm vond ik heel leuk voor het haar. Ze hadden deze super mooie scharen om je eigen haar te knippen. Die vond ik wel echt heel tof. Het is dat ik al genoeg scharen heb om mijn eigen haar te doen. Maar die zagen er wel echt heel erg tof uit. En in deze hele stijl hebben ze dus van alles en nog wat. Haarclips en borstels en van alles en nog wat. En het zag er echt luxe uit gewoon. Dan ook eindelijk heeft de Primark de haarverf set teruggebracht waar ik super blij mee ben. Die hebben ze heel lang weggehaald. Het is wel 8 euro, maar nu moet ik zeggen ze hebben er veel meer in gedaan dit keer. En is alsnog heel budget. En ook een van mijn favorieten is deze Pintail Calm Set. Is maar 1,50 en die zijn zo fijn. Als je een rechte scheiding zeg maar wil maken om je haar te doen, is echt super chill. En ook hebben ze echt heel veel opties aan maskertjes. Ook sommige in de korting. Terwijl normaal zijn ze dus 90 cent. Dat is al heel erg budget, vind ik. Maar hier hebben ze heel veel opties voor zowel gezicht als haar zat ertussen. Dan een klein beetje Harry Potter beauty zat ertussen. Als eerste deze borstels. En wat ik hier zo tof aan vond was dat ze elk huis erin hadden. Vaak zie je alleen Gryffindor en Slytherin. Maar dit keer alle huizen. Dus dat is top. En ook hadden ze dit schattige setje. Dus er zaten wel wat cute dingetjes tussen. Maar niet zoveel. Dan gaan we door naar de Disney Beauty. En ja, dat is wel echt een grote categorie. Ze hebben verschillende lijnen hierin uitgebracht. Dit is de rose gold met zwart helemaal in het silhouet, zeg maar. Van Minnie Mouse was deze volgens mij van. Echt heel erg tof. Deze Mickey Mouse spiegel bijvoorbeeld ook. Ze hebben echt heel veel leuke en originele items ertussen zitten.
Dan ook deze borstel van Mini hebben ze nog steeds. Die kan je herkennen van mijn laatste mega Disney winactie op mijn Instagram. Als je me nog niet volgt op mijn Instagram, daar doe ik regelmatig ook winacties. Dus ja, ik raad je aan. Volg het vooral. Ik doe daar ook heel erg mijn best. Maar die kan je dus herkennen van die laatste winactie. En ze hebben sowieso heel veel leuke borstels. Die pedal brushes in het hout met Disney figuren erop. Dan de toilettasjes. En die heb ik dus heel even bij het Disney gedeelte gedaan. Omdat er waren niet zo heel veel leuke, als ik heel eerlijk was. En merendeel wat er hing, was toch weer van Disney. Dus vandaar dat ik het even hier zo tussen heb gedaan. Maar er waren op dit moment, ja, niet echt dat ik dacht van, nou, wauw, die is echt geweldig. En zoals ik dus al zei, de meeste waren Disney. Deze van Stitch bijvoorbeeld. Heel tof, heel langwerpig wel. Zou ook leuk zijn voor je pennen gewoon. En dan persoonlijk op dit moment mijn favoriete gedeelte is van Stitch bij de Beauty. Heel erg leuk hebben ze deze lampjes ervan voor 6 euro. Die je naast je spiegel bijvoorbeeld kan maken op de muur. En deze wimperkruller van Angel. Ze hebben gewoon heel veel leuke dingetjes hier tussen zitten. Dan ook qua de tools hebben ze zoveel op dit moment. Echt niet normaal. Qua de beauty tools hadden ze eerst echt helemaal niks. En op dit moment komen ze met heel veel leuke uit. Ik heb er al meerdere hiervan gekocht. Ook voor Mooi of Zooi video's. Dus die komen er in de toekomst ook aan. En trouwens, überhaupt ben ik gewoon heel goed geslaagd op deze shop met mijn video, zeg maar, om te filmen. Heb ik ook 2 tassen vol geshopt. Dus er komt binnenkort ook weer een grote Primark shoplog aan. Dus als je nog niet mij volgt, doe dat vooral. Want die komt binnenkort ook online. En dan ook qua de haartools zijn ze met wat nieuwe varianten uitgekomen. Dan gaan we door meer naar, volgens mij is dit allemaal verzorging en make-up. Nee, make-up was dit. Ze hebben foundation poeder. Zoals je wel kan zien op dit moment wanneer ik ging, was de make-up wel echt een zooitje. Het zag er echt niet zo mooi uit daardoor. Maar ik heb mijn best gedaan om wat dingen voor jullie vast te leggen. Ik wil nog steeds heel graag een full face Primark make-up uitproberen. Want ik heb er letterlijk nul ervaring mee. Dus dat lijkt me wel heel leuk voor een video. Maar ik neem het iedere keer niet mee. Ik vraag het wel aan jullie. En veel van jullie zeiden dat jullie dat leuk vonden om te kijken. Maar ik neem het iedere keer zelf niet mee. Beetje dom. Maar ze hebben in elk geval wel echt hele leuke, tenminste qua uiterlijk tof uitziende dingen ertussen zitten. En ik herkende ook veel dingen als dupes van duurdere merken, zeg maar. Deze kleine paletjes deden mij heel erg denken aan Huda. Ook qua hoe ze de printjes erin hadden gedaan en zo. Maar ja, ik ga het binnenkort echt doen. Ik ga gewoon een keertje terug en een full face kopen. En dan gaan we samen deze make-up uitproberen. Could have tried much harder. So high, higher up than heaven, we said we'd reach the stars. Look at us now, could have gone so far.
again, like strangers again, again. I just know things will never be the same, like strangers again. Dan ook, deze vond ik echt heel erg tof. Dit waren exfoliating, volgens mij, fragrance balm. Heel erg leuk vond ik ze wel. Ze zagen er echt heel erg mooi uit. De verpakking, zeg maar. Heel vrolijk. En dan ook deze lijn vond ik echt super mooi. Het was allemaal een beetje crème en zag er fancy uit. En hier hadden ze ook gezichtmaskertjes. Het zag er gewoon allemaal mooi uit. De lippenstiften ook hier wel, ook al zijn die helemaal vermoord door mensen. Maar ook deze face serum, die was 6 euro. Helemaal niet zo duur. En het flesje, zeg maar, als testertje stond hiervoor. Die zag er echt tof uit. Dan de nepnagels. En hier hadden ze gelukkig wat nieuwe dingetjes. Nog steeds geen nepnagellijm, helaas. Ik denk dat dat ook nog wel eventjes duurt. Want met het virus was het toen ook echt een paar maanden geen nepnagellijm te koop. Dus ik ben bang dat er weer iets zelf te gaande is. Ik hoop in elk geval wel dat ze heel snel weer terugkomen. Laat me vooral weten als ze bij jouw Primark weer de nepnagellijm hebben. Of als jij weet wanneer ze ongeveer terug zouden komen. Want ik denk dat je daar veel mensen mee helpt. Mijn persoonlijke favoriet die ik dit keer zag waren deze Butterfly Flutter nagels. Voor 3,50, zo ontzettend mooi. Maar ze hadden echt hele leuke er weer tussen hangen. Dus ook weer wat nieuwe ontwerpjes. En dan als laatste lopen we nog heel even naar de afprijzing. Ik raad het jullie altijd aan om te doen. Soms is het wel een zooitje en moet je er een beetje tussen zoeken. Maar ze hebben altijd echt leuke dingen er ook tussen staan. Ook vaak nepnagels en zo. Die je dan in één keer een stuk goedkoper kan vinden. Dus ik kijk hier altijd wel graag eventjes tussen. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn. And I hope I've seen it. To make something right, make up for what I lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Nou, dat was het dan voor deze Primark Beauty Shop met mij. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik vond echt dat ze heel veel leuke nieuwe dingen hadden qua tools. Eigenlijk van alles en nog wat. Vooral van de tools was ik heel erg onder de indruk. Ook heel veel nieuwe beauty tools wat ik leuk vond. En ik ben dus ook weer echt heel erg goed geslaagd op deze shoptrip. Dus er komt ook binnenkort een Primark shoplog aan. Met ook best wel wat dingetjes van de beauty afdeling. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn. Als je maar me opvalt en wie weet, zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!